Een gemiste kans is, in Poppel toch zeker, dat de jeugd niet ter plekke is kunnen blijven. Iedereen die moet daar verhuizen, het is onbetaalbaar. Maar dat is zoals Jan zegt, het is geen speculatie, het is gewoon een marktgegeven, de prijs van onroerend goed. Er wordt hier niet gespeculeerd, wij wonen niet in Antwerpen of in Brussel waar speculatie is. Dit is gewoon iemands patrimonium dat die beleggingen doet in de plaats van speculatie. Maar het is aan de gemeente, denk ik, om te zorgen voor betaalbare kaders in Poppel. En dat ligt daar een gebied al 24 jaar, misschien al 30 jaar, waar niks mee gedaan wordt. Wij zouden met z'n allen in Brussel moeten, denk ik, en toch zeker het gemeentebestuur, omdat voor Ravels en voor eventueel de verkaveling van Noddelbos die er gekomen zijn, om die inderdaad voorrang te geven. Dat is de hoogste tijd, denk ik. Dank u wel. Aanspreek, dan ging dat inderdaad over gebouwen en over stenen en zo verder. En dat is belangrijk. Ik bedoel, ik sta zelf in het onderwijs. Het is leuk als je in een modern gebouw kunt staan en als je alle vernuftige dingen kunt gebruiken. Maar mijn vraag is een beetje, het is echt een vraag. Ben je ook gaan luisteren bij de mensen zelf die in het onderwijs staan? Of dat er geen andere dingen zijn waar dat je er misschien meer mee kunt ondersteunen? Buiten inderdaad die moderne gebouwen en die moderne snufjes. Maar waar dat je dus af en toe een keer kunt luisteren naar die mensen van kijk, wat kan de gemeente nog meer doen om ervoor te zorgen dat we in het onderwijs nog net iets verder gaan? Ik zeg niet dat dat niet gebeurt, maar ik sta zelf in turnout in het onderwijs. En wij worden elk jaar op een denkdag uitgenodigd om aan ons te vragen van, kijk, je staat in het onderwijs, wat kunnen wij als gemeente doen om je te helpen? En dat mis ik toch wel een beetje. Wij hebben zelfs niet een jaarlijks overleg, we hebben een maandelijks overleg met de directies van onze scholen, waarin zij al hun verzuchtingen, al hun vragen aan het gemeentebestuur kunnen stellen. En dat gaat inderdaad niet alleen maar over gebouwen, dat gaat over allerlei vormen van ondersteuning, tot de oudercomité's, naar de leerkrachten toe. Het gaat over van alles, maar het zou mij te ver leiden om het allemaal te gaan opstellen. Dat komt niet in maar dan ook. Ik bedoel, dat zien we dan ook niet, of wel? Want uiteindelijk zijn het de gebouwen die dat we echt zien. Ja. En de andere dingen zie ik omdat mijn kinderen aan de school zitten. De andere dingen gaan mee door uiteraard in het beleid van de school. En de directie komt dan met u praten. Ja. En die directie vertelt dan wat dat de rest van de mensen op de school vinden. Ja. Dat klopt. En er is ook nog de schoolraad waar ik elke keer aanwezig ben. Dus dat is om de 3 maanden is er schoolraad, medezeggenschapscollege, waar zowel personeel als de ouders in vertegenwoordigd zijn, is ook het gemeentebestuur in vertegenwoordigd. En er is ook op heel regelmatige basis overleg met de andere netten, zodanig dat zij ook hun vragen en hun bekommernissen aan het gemeentebestuur kunnen laten kennen. Oké, ik wel. Enige nuance verdient. Ik nodig u uit om de toerist te maken van alle scholen binnen onze gemeente. En u zal zien dat de kinderen van de gemeenteschool momenteel in de oudste gebouwen zitten. In Poppel is een gedeelte van de gebouwen volledig vernieuwd. In Beeldenstatie zijn de gebouwen volledig vernieuwd. En het is zo dat wij ook mee inspanningen hebben geleverd naar de vernieuwing van de speelplaatsen toe, zowel in Beeldenstatie als in Poppel. En ten tweede heb ik al aangegeven dat we, wat de gemeentegebouwen van Poppel betreft, dat we daar in volle onderhandeling zijn om daar mee te werken naar een oplossing, om daar mee te werken naar nieuwe gebouwen. Ook voor de school van Poppel, voor ons zijn alle schoolkinderen belangrijk en zeker niet alleen deze van de gemeenteschool. Ik denk dat het niet alleen gaat over de gebouwen, als we het hebben over de kinderen, dan denk ik als we spreken over onderwijs, dan gaat het ook over de nulfactuur voor de ouders. He, men heeft er lang en veel ophef over gemaakt, over de nulfactuur. En de ouders in Poppel, en die kinderen in de school lopen in Poppel en Beeldenstatie, krijgen een heel andere factuur gepresenteerd dan degenen die in Beelden en Ravels gemeentelijk onderwijs gingen. Dank u wel. Hier in Beelden, op de Ravels. De gemeente doet veel in stenen, dat is al algemeen bekend. Maar ik zou ook willen dat de gemeente een beetje een voorbeeldfunctie zou nemen in het. Als hier nieuwe gebouwen komen, dat er dan bijvoorbeeld zonnepanelen komen en dat er een duurzaam beleid gehecht wordt. En dan vind ik ook wel dat er nogal heel wat gebouwen en panden moeten geregionaliseerd worden. Dat is eigenlijk precies een beetje de nationale sport hierin. Wat moet er met gebouwen gebeuren? Geregionaliseerd worden. Dus dat zou ik graag een beetje uitleg hebben, hoe dat mogelijk is. Wat is het probleem daarmee? Ja, dat is toch heel dikwijls al gebeurd, dat er dus iets
toegewezen wordt aan een vereniging, dat het dan later moet geregionaliseerd worden. De sportzuil van Poppel bijvoorbeeld, hè, dat is toch een procedé dat lang duurt en wat mensen ook niet altijd happy mee zijn. Was dat niet gemogen volgens u? Ja, dat zeker gemogen, maar misschien dat men beter van tevoren is, beter nagedacht waar men niet moest plaatsen. Hè? Mm-hmm. Ja, ik luister. Okay. Maar voor de rest, hoor, ik denk dat sport en alles heel goed draait, verenigingen goed draaien. Ik denk dat we meer dan 140 verenigingen hebben. Dat is niet zo aan. U feliciteert het gemeentebestuur? Ik feliciteer de inwoners van de avond. Dat gevoel en mensen aan sport ook aan een aantal dingen willen werken. Dank u wel. Ja. Over sport ga ik het niet hebben. Ik denk dat we in alle eerlijkheid even moeten antwoorden op de regularisatie van de voetbalvelden in Poppel. Dat is een moeizaam proces geweest. Ik denk inderdaad dat dat gesteund is door de ganse gemeenteraad. Iedereen heeft zich daarachter gesteld. En we zijn met z'n allen heel blij dat die eindelijk geregulariseerd zijn. Waar zouden anders de mensen, de jeugd, de jongeren van Poppel moeten gaan voetballen? Ze liggen daar al 25 jaar op een goede locatie. De mensen van Poppel wilden dat ook. Dat is een moeizaam proces geweest. Maar daar heeft de gemeente, iedereen zich daarachter gesteld. Alle fracties in de gemeenteraad hebben dat mee gesteund. En we zijn blij dat dat in orde is. Ja, ik denk inderdaad dat we niet alleen maar in stenen bijdragen aan onze verenigingen. Ten eerste wil ik ook de grote pluim steken op de hoed van al onze adviesraden. We hebben een aantal zeer goed werkende adviesraden, zowel jeugdraad, sportraad als cultuurraad. Het zit vol met mensen met heel veel engagement, die heel veel initiatief tonen en ons bijstaan in de zaken die wij graag met hun realiseren. Het is ook zo dat er een heel aantal andere dingen zijn ter beschikking stellen van lokalen bijvoorbeeld tegen lage huurprijzen aan onze verenigingen. Er is een zeer uitgebreide uitleendienst waar de verenigingen beroep op kunnen doen. De subsidies die wij voor onze verenigingen krijgen vanuit Vlaanderen gaan bij ons maximaal naar de verenigingen toe. Er is het kampvervoer dat wij voor de verenigingen doen. Er is allerhande ander vervoer voor de sportverenigingen dat we doen. De vrijwilligersverzekering die wij afsluiten. Maar ook een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen die wij hebben gedaan. Ten eerste voor Poppel, zoals de burgemeester al heeft aangehaald. Maar ook hier in de brouwerij, waar wij een volledige nieuwe recreatiezone willen maken die ook ten gunste komt aan de verenigingen. Waar wij ook een duurzaam initiatief nemen, want de Finse looppiste zal verlicht worden met op zonne gestuurde zonnepanelen verlichting. Dus ook daar hebben wij aan gedacht. En er is ook het sportpark Ravens dat nog in volle uitbreiding is, waar de verenigingen ook bijgestaan worden in hun vernieuwde noden en aanpassingen die daar nodig zijn. En ook in Baat en Heide zullen wij het initiatief nemen om daar de nieuwe noden die er zijn, zowel van de voetbal als van Giro, mee in te gaan. En op vlak van lokalen dan, is er zowel van Giro als van KSC zeker wel de nood om nieuwe lokalen op te richten. En wij zullen daar ook een subsidie van €30.000 per jeugdvereniging, stelt de gemeente daar tegenover. Oké. Okay. Zeg wie u bent en spreek tegen het publiek. Ik ben Mark van Dun van NTA. Ik had eigenlijk een vraag aan het huidige bestuur. In 2006 zijn wij op jullie gekomen voor in Ravens lokaal te voorzien voor de jeugd waar ze een voedingsplaats zouden krijgen. Dat was toen heel enthousiast op jullie ook gereageerd. Er zijn verschillende vergaderingen geweest en na de uitslag was er in één keer geen budget meer. Waarbij je gaat zien dat de investeringspolitiek van het huidige bestuur tegen de verkiezingen aan de hoog schiet en nadien, na de verkiezing, in die keer alles naar beneden schiet. Ik vraag me af waarom dat er op de jeugd van Ravens, of de jonge mensen van Ravens, geen voorziening is waar ze zich kunnen samenkomen of waar ze iets kunnen drinken, zolang ze van de straat zijn. Want het volgende probleem dat eraan gekoppeld is, het drugsbeleid in Ravens, dat is een enorm groot probleem. Daar wordt iedereen verzekerd. De politie zien we nooit niet. Er worden geen controles gedaan in bestaande zaken waar iedereen al weet dat er drugs gebruikt worden en gedeeld worden. Ik vind dat echt beschamend. En wij vinden als NVA dat we daar een samenspraak met de politie, met
buurtinformatienetwerk opvang informatie naar school en ouders toe, en we daar toch een beter beleid in kunnen voeren. Kent u de vraag nog? Ja, denk het wel. Dus wat de jeugdhuis Ravens betreft, hebben wij eigenlijk meteen na de verkiezingen is er door de jeugdraad een reglement gestemd waarin alle verenigingen die daar het initiatief toe willen nemen een jeugdhuis kunnen oprichten. En er zijn dan verschillende categorieën van jeugdhuizen voorzien. En afhankelijk van de categorie waar dat men dan in valt, kan men aanspraak maken op subsidies vanwege het jeugdwerk. Als er een concreet initiatief komt vanuit de jeugd, dan zijn wij zeker bereid om daarover te spreken. Destijds is er de optie geweest voor één gemeentelijk jeugdhuis, jeugdhuis Schepap hier in Beelde. Daarnaast heeft de VZW Jeugdlokale van Poppel heeft zelf het initiatief genomen om de Kromme op te richten. Dus vandaar dat er ook een initiatief is in Poppel. Die komen zelfs niet in aanmerking voor subsidiëring, omdat zij niet binnen het reglement vallen. Maar wij zijn altijd vragende partij. Wanneer dat daar initiatieven zijn, zullen wij die ten volle mee ondersteunen. Wat dan de drugspreventie betreft, ik denk dat wij voorbije jaren heel veel gewerkt hebben rond vuifbeleid in onze gemeente. Het is zo dat bij de zaal Sint-Jan nog elke week of elke keer dat er een vuif georganiseerd wordt, is daar een gespecialiseerde security firma aanwezig die toezicht houdt op de vuifgelegenheid en op de omgeving zelfs van de vuif. Als zij merken dat er iets niet pluis is in deze omgeving, nemen zij contact op met de politie. Ze hebben daar heel goede contacten mee. Er is zeer regelmatig overleg tussen de security en de politie. Wat de andere vuiven betreft, dus alle vuiven van min of meer omvang, wordt er elke keer opnieuw, dan mag dat de tiende keer zijn dat I Love to Party wordt georganiseerd, wordt een vuifoverleg gedaan, waarbij alle diensten worden uitgenodigd. Politie, brandweer, Rode Kruis, security, de organisator, het gemeentebestuur. En die hebben elke keer opnieuw een overleg waar alle problemen die vuiven kunnen aangaan opnieuw aangekaart worden. En wat dan het algemeen druggebruik in de gemeente betreft, de burgemeester zal dat kunnen beamen, dat daar vanuit de politiezone zeker aandacht voor is. En wanneer dat er bepaalde verdachte bewegingen zijn op bepaalde plaatsen, wordt daar stevast politie naartoe gestuurd. Natuurlijk zal het zijn dat men niet altijd de daders bij het nekvel gaan grijpen, maar dat is toch wel een punt waar CD&V heel hard naar streeft, dat is drugspreventie. Ik wil heel even nog één ding daarop zeggen. Als we het hebben over drugspreventie, dan denk ik dat we het niet alleen mogen hebben over wat er gebeurt nadien. Dan denk ik dat het heel belangrijk is dat we vooraf met ons jongeren bezig zijn. En dat mis ik wel. Ik geef u overschot van gelijk op het vlak van dat er volgens mij een goede samenwerking is met de politie nadien. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat wij ons jongeren vooraf sensibiliseren. En dat het heel belangrijk is dat we inderdaad geen oogkleppen op doen. Want het zou belachelijk zijn om te zeggen dat er in Ravenswilden en Poppel geen druggebruik is. Nu, Ravenswilden en Poppel is daarin niet anders dan andere gemeenten. Maar wij moeten onze jongeren sensibiliseren. En niet alleen door mij een vingertje te gaan zeggen van dit mag niet. Maar je moet de mannen gewoon laten weten waarmee dat ze bezig zijn. En dat mis ik wel. CD&V, en dat in verband met de varkenstoestanden, dat weet u in Ravenzeel. Ik ben geen lid trouwens van het actiecomité, maar ik wil wel als bewoner in die streek toch een vraag stellen. Eén, vooraf misschien, als ik heel even mag, we hebben daar in die streek een familiaal bedrijf. Ik hoorde de burgemeester in de week zeggen dat hij niet goed wist wat een familiaal bedrijf was, dat het moeilijk uit te leggen was. Ik denk dat het een beetje duidelijk is. Eén, een familiaal bedrijf hadden wij daarin en die had nood aan uitbreiding. U hebt die vergunning gegeven en terecht, want dat waren mensen die jaren en jaren in Ravenzeel wonen, hun boterham moesten verdienen en schaalvergroting nodig hadden. Die hebben dat ook gekregen. En ik denk dat zowel de CD&V als die mensen zelf eigenlijk niet bewust waren van de impact van het transport en alles wat daarbij kwam kijken op het ogenblik dat die vergunning werd afgegeven. Wat is uw vraag? Dat is een familiaal bedrijf. Dat